Hey, welkom. De Steigers is een speciaal huis in de wijk. Het is gefinancierd met het afgepakte geld van criminelen. Het pand ondervindt nu een kleine renovatie voor het in gebruik kan worden genomen. Zoals het pand nu willen gaan inrichten, willen we eigenlijk een pand gaan maken van een soort maakindustrie. Hè? De Goorzen en Zuid zijn bekend van vroeger van het maken, wilde Feyenoord, Gusto. Hè? Alle bewoners hier kennen dat allemaal wel. En deze ruimte moet een maakruimte worden. Dus hier wordt eigenlijk getimmerd. En het stopt niet bij timmeren. Want de Steigers moeten een plek worden waar jongeren die op het punt staan het verkeerde pad op te gaan, weer een toekomst moeten krijgen. Dat doen ze door middel van... Het opzetten van een leerwerktraject, doorplaatsen naar bedrijven, kennis maken met diverse werkzaamheden. Ja, en uiteindelijk dan hopen dat zo'n jeugd dan een baan vindt en succes in zijn leven gaat krijgen. En trots op zijn eigen kan zijn. Ik heb mijn salaris verdiend. Begin juni werd het pand geopend door de minister van Justitie en Veiligheid. Sinds die tijd zijn we heel intensief bezig geweest met het zoeken naar bestuursleden. Den Haag zet een hogere toezichtstichting op en daaronder komen drie stichtingen te staan. Wij zijn als pilot. Ik verwacht binnen 2 weken dat de stichting echt helemaal staat. Dus dat hebben we nu gedaan. We hebben ook heel veel met het pand gedaan. Het pand zat er natuurlijk een beetje verwaarloosd uit. Eigenlijk ook voor de buurt. Hè. We hebben hier dus aan de zijkant natuurlijk aan mensen die hier wonen en die vinden het ook hartstikke leuk. Om op een mooie plek te kijken. Je is elke keer tegen een pand aan kijken wat verveloos is. Als bewoner ben je trots op je eigen pand. Dus samen hebben we ook gezegd, we moeten wel een beetje uitstraling geven op het pand. Overigens is het nog heel erg leuk dat de bewoners hier aan de overkant nog steeds heel erg betrokken zijn bij dit project. Ze zijn ook een klein beetje de ogen en de oren van de wijk voor mij. De Steigers moeten dus een centraal punt gaan vormen in de wijk De Goorzen. Maar hoe weet Leo nog niet? Zelf ben ik ten zoeken daarnaar nog. We hebben dus Hof in Zuid, we hebben de bewonersvereniging Zuid. We moeten niet in elkaar het vaarwater gaan zitten. Ik kan zeggen, ik heb hier een bovenruimte, ik kan het ook gaan gebruiken voor vergaderingen en dat soort dingen allemaal. Daar zijn we nog echt zoekende naar. Maar het moet wel een pand worden waarin een beetje gaat leven. Het moet zijn dat de jeugd zegt, ik heb hier iemand mijn fiets gaan sleutelen of mijn scooter gaan sleutelen. Ik heb hier gereedschap staan, kan ik hier even het een en ander doen voor me? Of ik moet een voordeurtje schuren. Nou, misschien is er een timmerman die zegt van, ik vind het wel leuk om erin te participeren. Maar ondanks dat nu de opening heeft plaatsgevonden en de Steigers zich klaarmaakt om vanaf oktober de jongeren te kunnen begeleiden, is het pas geslaagd als... Eind van het jaar 3-4 jongeren die we begeleiden om een leerwerktraject of hier in het pand aanwezig zijn. En dat elke dag deze voordeur open staat en dat elke dag hier in en uit mensen lopen. Hey, bedankt, tot ziens!